Mijn naam is Marit Hoekstra en ik ben de aanvoerder en centrale verdediger van Amstelveen Dames 1. Met sommigen speel ik echt al heel erg lang samen, soms al vanaf dat ik 7 jaar oud ben. Ja, we zijn gewoon met elkaar echt hele goede vrienden. Het is geen standaard hockeyclub, het is gewoon een beetje een gekke club. Ik moet 2 keer per week trainen, op dinsdag en donderdagavond. En op zondag spelen we de wedstrijd en dan zijn we wel de hele dag kwijt met hockey. Daar merk je dat je zo vaak bij elkaar bent, dat dat helpt om een groep te vormen. Ik ben echt toegewijd en heel erg fanatiek in deze sport. Ik zou niet graag mijn teamgenoten teleurstellen en ook mezelf niet. Wat hockey heeft me eigenlijk heel erg veel geleerd, ook als mens. Het heeft alles in zich van het echte leven. Je moet met heel veel verschillende soorten mensen omgaan, allerlei verschillende karakters. Je krijgt kritiek op je persoon, op je doen en laten. Op het veld communiceren we veel met elkaar, juist om elkaar te helpen. Ik sta centraal achterin op het veld, dus ik heb heel erg goed overzicht over hoe de mensen staan. Dus ik kan heel goed delegeren en leiding geven aan de verdediging en aan de spelers om me heen. Ja, als het niet goed gaat, dan probeer ik als aanvoerder en ook als fanatieke speler natuurlijk wel mijn team op te peppen en wat van mijn fanatisme aan ze mee te geven van kom op jongens, het gaat alweer goed komen. Wat dit team zo bijzonder maakt is eigenlijk dat we naast dat we met elkaar op een hoog niveau hockeyen en professioneel bezig zijn, we ook heel goed met elkaar kunnen lachen. Dus we trainen hard met elkaar en we werken hard op hockeygebied, maar er is ook zeker ruimte voor lol.